In Burgerzoo kunt u een agave momenteel in bloei zien staan. En dat is uniek, omdat de agave maar eens in de 15 tot 25 jaar bloeit. Wij spraken met Ernst Kamphuis, plantenverzorger bij Burgerzoo. We staan hier bij een agave parry. Dat staat hier op de puinheide, noemen wij dit. Dat is dit stukje in deze helden in de woestijn, in de desert. En deze heeft nu vanaf 92 hier gestaan en hij bloeit nu. Helaas gaat hij daarna wel dood, maar hij geeft nu al zijn energie, stopt hij in deze bloem. Hoe bijzonder is het dat deze bloem bloeit? Eén keer in de 15, 25 jaar, klopt dat? Ja, dat klopt. Zeker 30 jaar. Je hebt de agaves die dat eerder doen, kleinere soorten, zeg maar 10 jaar, soms zelfs 7 jaar. Maar deze grotere, meestal denken hoe groter ze zijn, hoe langer het duurt voor ze gaan bloeien. Dus wij worden wel eens de century plant genoemd, de eeuwplant, dat hij één keer in de eeuw zou bloeien. Dat is niet waar. Het kan wel langer duren als ze in een pot staan, als het langer duurt voor ze tot de bloei komen, in plaats van als ze in de volle grond staan. Zeg maar, het duurt geen eeuw, zeg maar. Waar komt deze plant vandaan? Het noorden van Mexico, het zuiden van de Verenigde Staten, zeg maar. Een beetje aan de westelijke kant, zeg maar. Dit is ook nog een soort die vrij variabel is. Je hebt er nog verschillende ondersoorten van. Paritang, truncata en ga zo maar door. Is dit een hele bijzondere plant? Is dit uniek in Europa dat deze bloeit? Nee, dat denk ik niet. Het bloeit al meer. We hebben hier zelfs verderop nog eentje staan die begint nou te bloeien. Maar het is wel zo dat ze natuurlijk heel oud moeten zijn voor ze gaan bloeien, zeg maar. Duurt het gewoon vrij lang, zeg maar. Dus ze staan niet elke dag, staat zo'n ding in bloei. En dan is het een paar weken en dan is het voorbij. Dan moet je weer van nul beginnen, zeg maar. Of met een jonge plant of met een zaailing. En dat duurt dus heel erg lang. Hoeveel verzorging heeft deze plant nodig om tot zover te komen? Bijzonder weinig. Het zijn op zich hele makkelijke planten en zeker in de volle grond. We geven ze deze, in de hele winter is het eigenlijk droog. We geven zeg maar 3 keer 12 uur... s'nachts water met een sproeier. Dan krijgt hij, het is nu gebeurd, dus in het voorjaar, dan de derde keer denk ik, krijgt hij een heleboel water. En de rest van het seizoen krijgt hij bijna helemaal niks. En dan staat hij daar gewoon. Dus één keer zal de stof er misschien een keertje afspuiten na de winter. Dat hij meer licht kan opvangen, zeg maar. En dat is het. Het is ook logisch, want ze staan natuurlijk in de woestijn natuurlijk. Ze moeten veel kunnen hebben, veel zon. Ze zijn echt gemaakt voor dat klimaat. Maar mensen die nog willen komen kijken, nou, die moeten snel zijn. Binnen 2,5 weken is het afgelopen. Ja, ik denk 2 weken. Hij is nu bijna bovenaan met de bloeien. Dan komen de laatste bloemen gaan open, zeg maar. En daarna zal de onderste bloeien wel bloemen langzaam verdorren, zeg maar. En voorbij. Dan gaat hij zaad zetten. Sommige agaves maken zelf nog jonge plantjes aan de stengel, die propagulen. En als die plant er omvalt, die oude stengel, zeg maar, dan rollen die plantjes over de vloer heen. En die wortelen dan weer en dan heb je weer de nieuwe generatie.